Wij hebben het ook echt online gezet, omdat we dachten, wij zijn gewoon waarschijnlijk een van de velen. Maar niemand gaat natuurlijk hardop zeggen dat hij 500.000 schuld heeft opgebouwd. Daar ben je niet trots op. 2 weken voor het uitbreken van de crisis openden Marcel en Ramona de deuren van hun nieuwe restaurant in Bergen. Ruim 1 jaar later hebben ze 500.000 euro schuld opgebouwd. Ja, ik schrok eigenlijk nog eens van die cijfers, want ik had dat wel in mijn hoofd, maar ik denk, nou, het zal wel meevallen. Maar ik schrok er eigenlijk wel van. Dus op papier ziet het echt. Als je dan op papier ziet, dacht ik van, hé, dit gaat niet goed. Dus... Het stel besloot hun ellende te delen en dat hebben ze geweten. De reacties stromen binnen van collega's en binnen een dag stond ook de wethouder op de stoep. Ja, ik schrok me rot, want nogmaals, een schuld van nu bijna 6 ton. Terwijl je 15 medewerkers in dienst hebt gehouden, dat was de bedoeling van de NOW-wet. Hou medewerkers in dienst, hou het systeem in stand en zorg dat we overeind blijven. En dan doe je dat en dan heb je geen referentieomzet en dan krijg je dus 0 op het request. De gemeente riep andere ondernemers op om zich ook te melden. Het resultaat is een brandbrief aan Den Haag. Namens 32 gemeenten die opkomen voor de noodlijdende ondernemers. Het kan niet zo zijn dat we deze ondernemers in de steek laten. Ze acteren, ze ondernemen in de geest van de wet. Maar door... spelregels die zijn gemaakt en nogmaals heel veel respect voor de landelijke overheid dat zo snel deze maatregelen genomen zijn. Wij denken dat 80-90% van de ondernemers hiermee ook echt geholpen zijn. Maar die 10-20% waar dat niet voor geldt, die hebben echt een probleem en dat kunnen we oplossen met maatwerk. Vooral als restaurant zijn en je wilt sfeer uitstralen, gezelligheid, dat het leuk is bij je, je wilt niet zeuren. En het is dus wel gebleken dat toen we dat online hebben gezet, dat er heel veel mensen zich dus gemeld hebben bij die gemeente. En dat was ook echt de hele insteek van het verhaal. Van, zijn wij nou godverdorie de enige die er zo voor staan of zegt niemand iets, weet je wel? En daar ben ik wel blij om dat balletje nu is gaan rollen.